Het was een gigantisch mooi weekend. Ik had gisteren ook het gevoel dat ik al lekker in mijn ritme zat. Eigenlijk meteen vanaf ronde 1 voelde ik mij best wel goed op deze baan. En de motor was ook gewoon echt super. En alles verliep vlotjes. Gisteren had ik een slechte start. En moest ik van best wel ver komen. Volgens mij van een plaatje of 11 toch nog naar 2 gekomen. Dus dat geeft sowieso vertrouwen voor de zondag. Maar ik had het gevoel eigenlijk al dat ik wel kon winnen. Gisteren al. Alleen het moet toch eerst maar weer gaan gebeuren. En eerste mandje was een best pittige mandje. Het was ook gigantisch heet dit weekend. En ik had het echt moeilijk, die eerste mandje. Ik werd zelfs een beetje zenuwachtig. Dat heb ik al heel lang niet meer gehad. Dus de laatste paar rondes maakte ik dan ook nog wel wat foutjes. Maar gelukkig toch nog winnend weten af te sluiten. En ja, die tweede mandje kopstart. Heb ik op het begin heel hard gepusht en uiteindelijk een klein gaatje geslagen. En heb ik tot het einde weten vol te houden en te controleren. Dus perfecte dag denk ik. En was heel mooi. Ja, ik weet niet. Kijk, Lommel was natuurlijk goed. Hè, een derde plaats. Maar nou zie je ook dat het op het harde ook kan. En ik had zelf niet verwacht dat ik hier 1-1 zou gaan. Maar hoe technischer de baan, hoe beter ik tot mijn recht kom. En vandaag was het zeker zoeken naar goede lijnen. En ik denk dat ik dat wel gevonden had. En uiteindelijk 2 supergoeie mandjes. En heel blij. Ja, ik denk dat het te vergelijken is met Redbud. Redbud ging natuurlijk ook 1-1. En vandaag ook. Natuurlijk zijn er wel... Drie grote rijders geblesseerd. En dat hoort natuurlijk ook bij de motocross. En Geyser die reed vandaag voor zijn wereldtitel. Dus die was niet 100%. Maar desalniettemin toch een 1-1 vandaag op een GP. Heb ik nog nooit niet gehaald. Vorige keer dat ik de Grand Prix gewonnen had in 2015 was met een 1-2. Dus wie had daar ooit gedacht aan het begin van het jaar dat ik nog een GP zou winnen. Dus dat is ongelooflijk.